Hoe red je een leven? Ik vertel het je in dit college. Hoe moet je reanimeren? Dit is de Universiteit van Nederland. Nederlanders weten vaak minder goed hoe ze moeten reanimeren dan inwoners van andere vergelijkbare Europese landen. Hoe kan dat? In landen zoals Noorwegen, waar reanimatieonderwijs stevast in het curriculum zit, of Duitsland, waarbij je een EHBO-cursus moet volgen voor het behalen van je rijbewijs, is logischerwijs het aantal mensen met kennis over een hartstilstand en reanimatie een stuk hoger dan in Nederland. In Nederland doet de overheid bijna niets om EHBO-kennis onder de bevolking te stimuleren. Nederland loopt dus achter. En dat is zonde, want er zouden meer levens gered kunnen worden. In dit college zal ik jullie laten zien hoe te handelen bij een hartaanval en waarom reanimeren het verschil tussen leven en dood kan betekenen. Zodra iemand een hartaanval heeft, stopt zijn hart met het rondpompen van bloed en worden je organen daardoor niet meer van zuurstof voorzien. Beter gezegd, het bloed circuleert niet meer rond. Daarom spreken we eigenlijk niet over een hartstilstand, maar over een circulatiestilstand. Je bloedsomloop staat daadwerkelijk on hold. Een circulatiestilstand kent twee verschillende soorten. We hebben een hartritmestoornis, waarbij het hart eigenlijk vanuit krachtig pompen opeens heel raar gaat trillen, maar het pompt niet meer rond. En een andere is dat we een hart hebben die heel krachtig pompt en in één keer gaat stilstaan. Nou, van buitenaf kan je het verschil tussen een ernstig hartritmestoornis en een hartstilstand niet zien. Maar in beide gevallen functioneert het hart niet en staat de bloedvoorziening dus stil. Omdat er geen bloed meer rondgepompt kan worden, komt daarmee de zuurstofvoorziening naar de rest van de organen stil te liggen. Sommige organen kunnen wel even zonder, maar met name het brein houdt dat maar heel kort vol. Vanaf het moment dat de doorbloeding stilstaat, heb je gemiddeld 6 minuten voordat je blijvend invalide raakt of overlijdt. En dat is best wel een probleem als je bedenkt dat een ambulance in Nederland een gemiddelde aanrijdtijd van ongeveer 9 minuten heeft. Zoals deze. Kijk, als de ambulance toevallig net om de hoek staat, dan heb je geluk. Maar dat is natuurlijk zelden het geval. Kortom, snel handelen van omstanders tot de ambulance gearriveerd is, is van levensbelang. En hoe belangrijk die eerste paar minuten zijn, dat wordt duidelijk in 2 recente dramatische gebeurtenissen. Hier zien we de beelden van een circulatiestilstand bij 2 oud-voetballers van Ajax. Eriksen en Nouri. Bij Eriksen is binnen 1 minuut gestart met reanimeren, maar bij Nouri is pas na enkele minuten gestart met reanimeren. Bij Eriksen is de schade zeer beperkt gebleven, maar helaas bij Nouri is er sprake van zeer ernstig hersenletsel. Deze tragische voorbeelden laten zien hoe belangrijk de eerste minuten zijn in het geval van een circulatiestilstand. Ook binnen het wetenschappelijk onderzoek of onderwijs over reanimatie wordt het handelen van omstanders gezien als de belangrijkste schakel binnen de zogenoemde keten van overleving. Bovendien, als omstanders snel en adequaat handelen en het slachtoffer overleeft de circulatiestilstand, dan is er gemiddeld genomen een kans van 80% dat het slachtoffer een goede levenskwaliteit behoudt. Maar wat gebeurt er nu precies tijdens een circulatiestilstand en waarom is tijd nou zo belangrijk? In een normale gezonde situatie zorgen je hart en je longen gezamenlijk voor opname en transport van zuurstof in het lichaam. Maar tijdens een circulatiestilstand wordt deze samenwerking abrupt onderbroken. Om ervoor te zorgen dat de organen, en dan in het bijzonder het brein, toch voldoende zuurstof krijgen, moet jij als omstander jezelf als het ware veranderen in een menselijke hart-longmachine. Dat betekent het hart bloed laten pompen door het in te duwen en weer te laten ontplooien, net als een pomp van een luchtbedje, en de longen te voorzien van zuurstof door het inblazen van lucht. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat in de normale lucht ongeveer 21% zuurstof zit. Maar ook in uitgeademde lucht zit nog meer dan voldoende zuurstof, 16%. Alle redenen dus om te beademen. Dan de bloedcirculatie. Hoe werkt die nu precies? De linkerkant van het hart pompt zuurstofrijk bloed naar onze organen, zoals bijvoorbeeld het brein. Het brein neemt de zuurstof op en geeft zuurstofarm bloed weer terug af in de rechterkant van het hart. Dit deel pompt het bloed vervolgens naar de longen en daar wordt zuurstof verkregen vanuit de lucht.
afgegeven aan het bloed, wat tot slot weer naar de linkerhelft van het hart gaat en zo is de cirkel compleet. Wordt deze circulatie onderbroken en krijgt het brein geen zuurstofrijk bloed meer, dan functioneert het niet meer en raak je direct buiten bewustzijn. En dat betekent zo snel mogelijk aan de slag reanimeren. En ik ga je laten zien hoe dat moet. De eerste stap is, als je iemand ziet liggen, is het natuurlijk de vraag, is er sprake van bewusteloosheid? Dus je spreekt het slachtoffer aan. Hallo? Hallo? En schud voorzichtig aan de schouders. Hallo mevrouw? Hallo? Hallo? Geen reactie. Op dit moment weten we nog niet of er sprake is van een circulatiestilstand of een gewone bewusteloosheid. Maar hoe dan ook, we willen vast de hulpdiensten waarschuwen. Ben je alleen, bel dan vast 112, zet het op de speaker en leg het naast het hoofd van het slachtoffer. Maar de voorkeur heeft om iemand anders 112 te laten bellen en een AED te halen. Daar kom ik zo op terug. Oké, 112 is gebeld. We weten dat de persoon buiten bewustzijn is. Dan is de volgende stap om te controleren of er sprake is van een circulatiestilstand of niet. En dat doen we door het controleren van de ademhaling. En hoe dat gaat is als volgt. We kantelen het hoofd naar achter, zodat de luchtpijp zo breed mogelijk wordt. We tillen de kin wat omhoog en je plaatst je oor en wang heel dicht bij de mond en neus van het slachtoffer. Zodat je goed met je ogen kan kijken over de borstkas van het slachtoffer, zodat je wang heel dicht bij de mond is en je oren ook. Op die manier kan je kijken, luisteren en voelen of er sprake is van ademhaling. Of geen ademhaling, of een niet normale ademhaling. En daar kom ik zo nog even op terug. Als er sprake is van ademhaling, dan klopt het hart. Dan is er dus geen circulatiestilstand. En dat zul je zeker bemerken in die 10 seconden dat je aan het tellen bent. Maar als er een afwijkende ademhaling is of geen ademhaling, dan is er sprake van een circulatiestilstand en ga je reanimeren. En hoe doe je dat? Nou, probeer het slachtoffer te ontbloten, want je wil het liefst op de blote huid reanimeren. Maar als dat niet lukt omdat iemand te veel kleding aan heeft, ga er dan niet te lang mee kloten en ga er dan meteen mee aan de slag. Wat je doet is je vouwt je vingers in elkaar, trek je hand naar achter, zodat de hiel van je hand zo goed mogelijk naar beneden komt te staan. Strek je arm en zorg dat je met je schouder goed boven het slachtoffer uitkomt. Waar je op mikt is als je de neus een rechte lijn trekt en met de borst bij geboorte, tepelhoogte, een kruis maakt. Daar plaats je je handen. En wat je doet, is je gaat 30 keer duwen. Ongeveer 2 keer per seconde. En let erbij op dat je armen dus gestrekt zijn. En wat je ook moet doen, en dat is lastig, is vrij diep. Soms wel 5 tot 6 centimeter diep de borstkas induwen. En let ook op dat je dus hardop telt. 27, 28, 29, 30. En na die 30 compressies ga je zo snel mogelijk over tot het geven van 2 beademingen. En dat doe je weer als volgt. Kantel het hoofd zo ver mogelijk naar achter. Zorg ervoor dat je de kin goed omhoog kan tillen. Knijp de neus dicht, anders verdwijnt de lucht weer door de neus. En plaats je mond helemaal over de mond van het slachtoffer en geef 2 toefjes lucht. En ga daarna direct door met het geven van 30 compressies. 27, 28, 29, 30. En ga weer door naar die 2 beademingen. 30, 2, 30, 2, 30, 2. Maar hoe zit het nou met die afwijkende ademhaling of een niet normale ademhaling? In sommige gevallen tijdens een circulatiestilstand kan er sprake zijn van een agonale ademhaling, ook wel schijnademhaling of gasping genoemd. En hoe dat eruit ziet, dat zie je in dit filmpje. Wat je in dit filmpje ziet is niet een normale ademhaling. Op het moment dat deze meneer van het bankje afviel, stond zijn hart al stil. Dus bij een afwijkende ademhaling of de agonale ademhaling reanimeren dus. En nog even een hele belangrijke boodschap. Wees niet bang dat je het verkeerd doet. We hebben vaak niet zoveel te verliezen. Stel dat je iemand reanimeert waarbij dat achteraf eigenlijk niet echt nodig was geweest, dan is de kans dat dat ernstige letsel geeft niet zo heel erg groot. Misschien breek je een paar ribben, maar die groeien wel weer vast. Veel erger is als je iemand niet reanimeert die wel gereanimeerd had moeten worden. Dus handel.
En wanneer stop je nou bij een reanimatie? Nou, dat is bij een van de volgende drie situaties. Stel, jij bent aan het reanimeren en het slaagt. Iemand wordt wakker, reageert, wil misschien omhoog kruipen. Dan hoef je diegene niet weer naar beneden te duwen en weer verder te gaan. Dat is een van de redenen om te stoppen. Maar een andere reden is als, en een hele belangrijke, er een AED komt. Iemand geeft jou een AED aan. En dit kan het verschil maken tussen leven of dood. Maar wat is een AED nou precies? Nou, ik vertelde al eerder over de ernstige hartritmestoornis. Als daar sprake van is, dan kan dit apparaat de hart resetten. Het eerste wat je doet, is je pakt hem uit en je zet hem aan. En je luistert naar de instructies. In de AED-verpakking zitten twee elektrodes. Op die elektrodes staan afgebeeld waar je ze op het slachtoffer moet pakken. Let op een blote borst. Nou hoef je niet te kunnen lezen, want de afbeelding laat het gewoon zien. Deze gaat op de rechterschouder van de patiënt of slachtoffer. En deze onder de linker oksel. En waarom is dat? Hier gaat van de linker naar de rechterkant een stroompje lopen. En daar zit het hart precies tussen. Dat geeft de schok waardoor die ernstige hartritmestoornis weer over zou kunnen gaan in het pomp. Sluit de connector aan. Oké, een belangrijke stap is natuurlijk het aansluiten van de elektrode aan de AED. Raak de patiënt niet aan. Bezig met controleren van het hartritme. Wat de AED nu doet op dit moment is kijken, is er nou sprake van zo'n ernstige hartritmestoornis of staat het hart stil? Want als dit het geval is, heeft schokken geen zin. Schok wordt geadviseerd. De AED wordt opgeladen. Oké, de AED zegt er is een ernstige hartritmestoornis, dus we moeten schokken. Dat kan hij doen. Zorg ervoor dat niemand de patiënt aanraakt. Op de oranje knop om een schok toe te dienen. En geef een schok. Schok. En wat je gaat zien is dat het lichaam even beweegt. Niet zoals in de films dat het helemaal rondschiet, maar een kleine schok. En daarna is het veilig en heel belangrijk dat je meteen weer gaat reanimeren. Precies zoals je dat al deed. 30 om 2, 5 tot 6 centimeter diep, 2 keer per seconde, 27, 28, 29, 30, door naar de beademing. Et cetera, et cetera. En de derde laatste reden om te stoppen is als de hulpverleners arriveren. De ambulancedienst is er en kunnen het werk van je overnemen, want reanimeren is behoorlijk vermoeiend. Dus hoe kan je een leven redden? Nou, reanimeren. Tover jezelf om tot een menselijk hart-longmachine en geef een slachtoffer een kans. En vergeet niet, de eerste minuten, die bepalen alles. Dankjewel voor jullie aandacht.